Marshoek Hoonhorst. Een gebied van 3500 hectare onder de rook van Zwolle. Er is afgelopen 20 jaar veel veranderd in dat gebied. In 1990 ging de schop de grond in voor een gewone boerenverkaveling. En nu komen de betrokkenen weer bij elkaar om na te praten over een omvangrijk project. Want de werkzaamheden zitten erop. Tijd voor herinneringen. Ik heb soms ook wel eens vreselijk gelachen. En ik weet niet of jullie dat verhaal nog kunnen herinneren, maar dat is al heel lang geleden. Ik denk misschien wel bijna 10 jaar geleden dat er 2 broers op bezoek kwamen bij de commissie. En die vertrouwden het eigenlijk niet helemaal zo. Die dachten van die jongens die kletsen maar wat en beloven wat. En later dan moet je maar zien of ze inderdaad hun woorden gestand doen. En die 2 broers die hadden bij zich een bandrecorder. Nou. Het liep eigenlijk wel wat gladjes, die behandeling, en er werd over van alles gekletst en ook over het werk op de boerderij. En nou, de broers die kwamen op een gegeven moment met een verhaal over een probleem wat ze hadden gehad en nou, dat hadden ze opgelost. En nou ja, die oplossing van dat probleem op de boerderij was eigenlijk niet helemaal zeg maar AID-proef. En nou, op het moment dat ze dat verhaal vertelden, zaten ze nog zo eens even een troemees. Een van de broers die zag die bandrecorder staan die daar draaide. En hij schrok eigenlijk een beetje en hij riep opeens van, dit hebben wij niet gezegd. De ruilverkaveling begon als een doodgewone boerenverkaveling. De gronden van de boeren lagen niet logisch in het gebied. Soms had een boer 1 kleine huiskavel en lagen zijn andere percelen een paar kilometer verderop. Door de gronden opnieuw te verdelen, kregen de boeren hun kavels dichter bij huis. Nou, het allereerste begin dateert al van midden jaren 70. In 76 en 77 uit mijn hoofd hebben 2 landbouworganisaties een aanvraag ingediend voor een ruilverkaveling. Omdat de percelen waren erg verspreid. En die aanvraag hield dan in om in ieder geval voor de landbouw een stuk te verbeteren. Dus een versnipperde verkaveling was de reden om de ruilverkaveling aan te vragen. Nou, voor de meeste boeren bij mij in de buurt waren het hoofdzakelijk allemaal veldkavels die ze hadden. Dus altijd met de machines over de weg, met de koeien over de weg en op die manier dan om bij je land te komen. Dus het was niet echt praktisch ingedeeld. Ja, een grote rol speelde bij de provincie. En niet alleen in de beginperiode, zeg maar bij de aanvraag zelf, maar ook gedurende het hele traject. De provincie kijkt nauwkeurig mee en doet dat op een positief kritische wijze. We hebben er veel aan gehad. 23 oktober 1991, toen kwam de voorzitter samen met de vicevoorzitter en nog een paar heren van de ruilverkaveling om te vragen of ik geïnteresseerd was om te gaan verplaatsen. Nou, ik had me het jaar daarvoor had ik mij al aangemeld van ik wil wel. Eerst wist je niet precies welke kavel het was, want het was wel duidelijk dat we in dat gebied achter in Herfte, daar zouden wij ergens komen. Nou, dus ja, dan goed, dan ga je daar eerst eens kijken. En dan ging Yvonne en ik stonden daar ergens en zeggen ze, hier ergens gaan we bouwen. Dus er lag geen weg, er lag geen stroom, er lag geen telefoon, geen gas, alles niets. En en op die manier dan ga je er in het veld staan en denk je van, nou, dit wordt dan ons plekje. Terwijl de tijd verder ging, kwamen er steeds meer taken bij. Vanuit de provincie kwam de opdracht om een groot stuk nieuwe natuur te creëren. En ook water ging een grote rol spelen binnen het ruilverkavelingsproces. Dus er zijn de nodige nieuwe watergangen aangelegd. Met name ook om de verdroging tegen te gaan. Dus er is met name de Emmertochtsloot heeft een andere loop gekregen, is breder geworden. Dus water wordt daar dus aangevoerd vanuit de Vecht om het natuurgebied daar dus zeg maar weer in oude glorie te herstellen. Dus, en om de verdroging tegen te gaan. In principe is het je taak dat je eigenlijk voor iedere ingeland, en daar hoort natuurlijk bij, een dusdanige situatie te scheppen dat het optimaal is. Niet maximaal denk, maar optimaal. Dat Emmertochtslootplan, dat waterconserveringsplan, dat bestaat eigenlijk uit 2 watersystemen. Een systeem puur voor landbouw met een wat lager peil en direct daaraan grenzend een watersysteem alleen voor de natuur met een hoger peil. Nog weer later kwam daar natuurlijk Vitens bij. Die plannen ontwikkelde om een waterwinning te gaan doen in dat gebied, bij de Vechterweerd. Ja, daar moest zeg maar een complete nieuwe watergang worden gegraven. Daar moest een gemaal worden gebouwd om water in te laten vanuit de Vecht. Omdat Vitens haalt grondwater omhoog, daarvoor zakt het peil en dat moet weer aangevuld worden met vechtwater.
Ja, dat is dan, en dat is tijdens de rit allemaal gebeurd. Dus op een gegeven moment staat in principe op sommige momenten de hele Ruiverkaveling stil. Alleen maar om dat weer in te passen. Ja, de nieuwe tuur die bijgekomen is, die concentreert zich met name rondom de horten. En bij Soeslo, dat zijn eigenlijk de grootste stukken nieuwe natuur. En daarnaast nog is er een stuk natuur gerealiseerd in de uiterwaarden van de Vecht. Tussen die landgoederen, de horten de Matteram en Den Berg en Aalshorst, daar lag een zone wat als een ecologische verbindingszone werd aangemerkt. Hè, waar allemaal nieuwe natuur moest komen, wat toen alleen landbouwgebied was. Nou, daar zijn we heel actief dat gebied ingegaan om die landbouwbedrijven die daar toen zaten, om die te benaderen. En nou, het is wonderbaarlijk goed gelukt om die bedrijven dus te kopen. En die hebben dus buiten de ruilverkaveling op een andere plek een nieuw bedrijf kunnen voortzetten. En met die grond hebben wij dat hele gebied, en je hebt het over 60, 70 hectare, kunnen inrichten. Dat is bijvoorbeeld heel goed te zien rondom het landgoed De Horten. Ja, dat is echt een tuin van Eden zo'n beetje geworden. Hè? Dat gebied, je kunt er heerlijk wandelen, fietsen. Het is prachtig. Ook heel veel mensen buiten de gemeente maken er gebruik van. In het landbouwrichtingsplan stonden ook recreatieve doeleinden genoteerd. En die hebben wij ook grotendeels kunnen realiseren. Soms dan tijdens de uitvoering komt er nog eens een verzoek van mensen van hey, kunnen jullie nog iets doen, bijvoorbeeld een ommetje om Hoonhorst? Dat was bij de wenszitting stond niet in het landenrichtingsplan. Dat hebben wij dus in overleg met Landschappen Overijssel wel gerealiseerd. De midden jaren 90 moest eigenlijk meer kunst in plannen worden ingebracht. En daar hebben we eigenlijk op een hele mooie manier invulling aangegeven door het project De Zwevende Steen. En het is een prachtige entree nu voor Dalsen aan de rand van de Vecht bij het NS-station. Wat ik persoonlijk het mooiste vind is de uitbreiding van het landgoed De Horten. Door ook die Emmertochtsloot die daar aangelegd is en de invoer, ook weer de toevoer van water naar het gebied, zie je daar dus nieuwe natuur ontstaan. Ik vind dat wel een van de mooiste onderdelen van dit gebied. Tevreden. Ja, het is uiteindelijk rondgekomen. Ik denk dat het grote gras van boeren, niet alleen van boeren, maar ook van mensen die houden van natuur en van de omgeving, ja, die zijn er tevreden over volgens mij. Dat gevoel heb ik. Ik ben hartstikke tevreden mee, maar het is niet altijd even rooskleurig dat het voor sommigen lijkt. Maar voor mijn ogen heb ik een heel mooi bedrijf en met een mooie huiskamer waar ik heel goed met heel veel plezier op werk. Je hebt altijd een paar haken en ogen, die hebben we hier ook gekend. Maar daar moeten we overheen stappen, want het vele goede dat bereikt is en tot tevredenheid van erg veel mensen, dat moeten we vooral voor ogen houden. Uiteindelijk is het een heel mooi integraal plan geworden, wat naar mijn idee heel mooi in evenwicht is. En ik ben er wat dat betreft trots op dat wij er ook als vanuit dienstlandelijk gebied daar een mooie bijdrage aan hebben kunnen leveren. En volgens mij kan dit gebied er nog jaren mee vooruit.